Minister de Relación de Reino Holandés Lisbeth Spies ave a su entrevista con Dick Dreyer de NOS. Spies condena fuertemente la acción de minister Carlos Monk para pedir danza internacional. Nou, die parlementaire crisis op Curaçao is natuurlijk heel ernstig. En die is eigenlijk al heel snel na de val van het kabinet Schotten op 3 augustus ontstaan. Want feitelijk heeft er nog nooit een fatsoenlijk debat in de Staten plaatsgevonden over de val van het kabinet en de consequenties die daaraan verbonden moeten worden. Men is gelijk de verkiezingscampagne ingerold, om het maar even zo te zeggen. En dat maakt dat uiteindelijk een meerderheid van de staten nu op een wat bijzondere manier een aantal moties hebben aangenomen. Een verzoek bij de gouverneur hebben neergelegd. Ik denk dat de gouverneur niks anders kan en moet willen dan ook recht doen aan dat democratisch proces. Een basisregel in iedere democratie dat een meerderheid van het parlement of van de staten in dit geval het voor het zeggen heeft. En dat er nu een formateur aan de slag is, is een rechtstreeks gevolg daarvan. En uiteindelijk zal iedere regering ook gehoor moeten geven aan de wens van de meerderheid van de staten of van het nationale parlement. Dan stelt de heer Schotten dat de gouverneur niet bevoegd zou zijn om het formatieproces te starten, want zijn handelen valt onder de ministeriële verantwoordelijkheid van hemzelf. De gouverneur handelt met andere woorden illegaal. Nou, de gouverneur heeft daar zelf een buitengewoon heldere passage over opgenomen in de brief aan de Staten in de opdracht van de formateur, waarin hij betoogt dat hij als landsorgaan wel degelijk bevoegd is om gehoor te geven aan deze uitspraak van de Staten. En mij lijkt dat die redenering van de gouverneur glashelder en waterdicht is. Minister Monk van Onderwijs heeft gisteren onder de vlag van zijn ministerie een videoboodschap verstuurd, waarin hij de situatie omschrijft als een staatsgreep die gesteund wordt door Nederland. Dat zijn trouwens ook de beschuldigingen die je hoort vanuit de coalitiepartijen hier op Curaçao. Met andere woorden, Nederland zit achter de huidige crisis. Nou, dat in de eerste plaats is de vertoning van de heer Monk wat mij betreft behoorlijk onsmakelijk en ook een minister onwaardig. Ik vind ook, we hebben steeds vanuit de Nederlandse regering aangegeven dat wij grote zorgen hebben over de ontwikkelingen op Curaçao, maar dat het wel aan het land Curaçao is om zelf uit deze parlementaire crisis te komen. Dus ieder verwijt in de richting van Nederland vind ik ongepast en is ook op geen enkel feit gebaseerd. De heer Schotten heeft zich niet willen distancieren van die uitspraken. Dat is aan. Verschillende ministers hebben aangegeven hun kantoor niet te zullen verlaten, alleen met geweld indien er een nieuw kabinet, interim kabinet komt. Hoe dichtbij brengen dit soort situaties en eventueel ingrijpen door de koninkrijksregering? Nou, in de eerste plaats lijkt het mij heel bijzonder dat ministers nu al aangeven dat ze zich alleen met geweld uit hun regeringsgebouwen willen laten verwijderen. De formateur is aan de slag. Ik heb begrepen dat de Raad van Ministers vandaag ook vergadert over de moties die door de Staten zijn aangenomen. De formateur is gevraagd om vrijdag met zijn verslag te komen. En ik hoop dat iedereen zijn gezonde verstand blijft gebruiken. En dat verwacht ik in ieder geval ook van alle leden van de regering van het land Curaçao. Vice-presidente di Curaçao, Carlos Schotten, non può cooperare con la petizione del governatore per il processo di un gabinetto interino. Assi ne proprio il ministro Schotten ha dichiarato. Schotten indica che il governatore, goed gedrag, ha un'agenda con il minister Sigi, però Schotten non può cooperare con questa cosa. Mi dichiaro che il governatore ha cruciato la nostra linea con la sua autorità, in tutto caso con il noting, Baudi e Paci di Lanzorgan, del caso anche su so, e la dice di Bai riconosce algo insolito della storia di nostra politica, con il governatore ora che ha bailato in direzione di Parlamento, alsof e ti un relazione come governatore direttamente con il Parlamento, anche la vede dell'orizzonte e ha avuto una maggioria di gestos, e cosa non esiste. Governador bouw die patch die landsorgaan, bouw die tour circumstantia, het proceder op basis van een ministeriële verantwoordelijkheid, hoe ze nooit willen die partij gobierno en niet in. Zo'n relatie met governador, met raad van ministers. En op het moment dat die relatie een beslissing is, wanneer zo'n consejo de ministra toma 13 augustus 2002, kan inda
gobierno hace uso de su derecho autónomo para disolver el parlamento y llamar elecciones anticipadas, no tiene nada otro que el gobernador. Por así y cinco así que firma el decreto para su decisión de gobierno. Anto es la forma junto con el gobierno y unidad de gobernación, unidad van de regering. Gobernador con la carta que le escribe Jaluna y la quibra y unidad de gobierno. Anto una su tarea principal está cuida unidad de gobierno. Anto mi te quiero no terminar la carta pensando simplemente que si acaso e da chiedere che per chiedere unità di governo e essere assieme e pace di reino. E non so comprende che non tiene tampoco una decisione di Rijksministerraad per la hasi, lo qual è la hasi. E da per sé, la conclusione è semplice, il governatore firma il decreto per chiamare l'elezione adelantata, dopo che il governo, il primo ministro, il 10 agosto, ha chiamato Marduga. Un consejo de minister nos hace dos cosas. Nos hace respetar la mayoría que no está sostenido el gobierno más, pese a nos entregar retiro de gabinete escote, uno. Y de dos, nos va a ir a hacer uso de artículo 53, que está en parte camina nos disolver el parlamento y nos llama elección adelantada. Ese es que el gobierno ya acaba a reconocer fuera de dirección del parlamento, que mayoría no está sostener el gabinete escoto uno más y nos va a entregar nos carta de retiro. Y te sé, te procedura normal. Y por cierto, en Holanda, fuera de año 67, un 50 gabinete interino más está guardado formal. Te llama a elección y tú debes respetar el proceso democrático constitucional que no tiene ningún espacio más de los arreglos de Estado que no está sin guarda. 19 de octubre 2012, en el momento que el país, el pueblo de Corzón, está papia a través del derecho sagrado, democrático y secreto que tiene para la urna electoral y así escojo en el estanco eque para gobernar su país. E dall'evidente per me che non passa per un corte commerciale, non stiamo informazione, non mi si vista su tras non ufficiale ainda, non si intende che il governatore Fred Schut gedrag di raccomandazione di specialista lo messer by trattamento medico urgente di exterior. Governatore interino del caso che signora Van der Pluim Vrede lo segue con il processo di formazione, di sacra di informazione, mi si vista su tras non confirma ainda che non ha ricevuto. Momento per un espacio commerciale, ora